Goedenavond. U kijkt weer naar een extra journaal van de Stadsomroep Venlo. Met vanavond aandacht voor Houtblerik, dit dijkje waar ik op sta. Het is een van de weinige plaatsen waar het water echt succesvol is tegengehouden. Met man en macht heeft men hier gewerkt, met behulp van het leger. En het schijnt gelukt te zijn. We moeten voorzichtig zijn, maar het water is tot nu toe tegengehouden. En het zakt met 1 centimeter per uur. Verder aandacht natuurlijk voor het kerstfeest. Gisteravond filmde mijn cameraman in de kerk bij de Martinuskerk. En ze vroegen de mensen na afloop nog wat over het kerstgevoel in deze tijd van rampzalige gebeurtenissen. Daar gaat u dus eerst naar kijken. Helaas, zo'n catastrofe nou meemaken, brengt ons mensen van hart tot hart veel korter bij elkaar. En dat is het wezenlijke van dit kerstfeest. Het is eigenlijk de bedoeling van alle kerstmissen geweest, al die jaren door. Nou, en zo heeft de Maas, als rivier in onze stad, heeft ons eigenlijk zonder dat we wilden korter bij elkaar gebracht. En dat is heel goed. En dat is eigenlijk ook de essentie van het kerstfeest. En daar gaat het ons om. Hij is het heel kritiek geweest, want met name omdat hij op den dijk 3-4 meter water drak stond. En hij leed dus eigenlijk, zeg maar, vanaf 84 is hij constant in een diek gemaakt. En nu is er speciaal 1,40 meter is er opgekomen, op te huren, vanwege, ja, zeg maar, dat het water op 18,30 meter is gekomen. En hij is tot het laatste moment, zelfs tot gisternacht toe, zien hij nog manschappen bezig geweest. Een stuk of 24 man met het vullen van zakken. Voor mocht er nog ergens een gat in de dijk komen, dat dan acuut bijgestort kon weer een tegendruk te leveren. En dat is uiteindelijk allemaal gelukt, want ja, zoals het roet ziet gezeten, we hebben het gered. En dat is het belangrijkste. U heeft ook een aantal nachten lang doorgewerkt? Ja, vandaag heb ik het meeste meegeholpen. En ja, met name gisteren had ik zo twee met 30 maanden door. Zandzakken vullen, allemaal wie is diep in de modder, wie is aan de knieën. Toen zit er een in elkaar om te helpen, om de roet te trekken en maar ja, stand en al. Maar het is allemaal met succes gegaan. Waar woont u? Ik woon zelf in Blierik, maar mijn zwager heeft een bedrijf, een tuindersbedrijf. Ja, en dit is pas getrouwd met mijn zus, dan helpt zoals ik kind zelf. En is alles voor over. Want als ze erin gaan, dan is het echt een strop, het is niet te overzien. Ja. Echt miljoenen schade. Alleen dit tuinbouwgebied, daar was inderdaad al wat gezagd werd voor ongeveer 15 miljoen aan schade. Schouder en schouder, iedereen heeft hier gewerkt. De zaak was van tevoren een beetje gecoördineerd met behulp van gemeentelijke overheden. Het leger. En het leger. Aannemers. Ik weet niet of je reclame mag maken op de Stadsomroep, maar... Nou ja, een groot bedrijf wat grond verzet. Ja, een groot grondverzet bedrijf. En ja, die firma had nou eenmaal het materieel, de mogelijkheden en de mensen om dit helse karweit tot een goed einde te brengen. Mevrouw, wat heeft u gedaan de afgelopen dagen? Meegeholpen? Nou, meegeholpen en in spanning gezeten. En nou, we hebben de meubels allemaal naar boven gebracht. En dan ga je hier koffie brengen en kijken. Hoe is het nu met de spanning? Nou, die is een beetje aan het zakken. Ik heb vandaag voor de eerste keer geslapen. Ja. Maar het is wel, het gaat je wel van alle kanten kribbelen. Inderdaad. Nou, ik woon net achter deze straat. En ze denken, ja, bij ons komt niet zo snel de Maas. Maar als het doorbreekt, komt van achter alles naar ons. Wij zijn een van de laatste die dan erin komen. Maar dan staan we er wel royaal in. En ja, dit is geweldig wat ze hier... Het is natuurlijk verschrikkelijk voor die andere mensen die er wel in zijn gekomen. Maar dit is fantastisch geweest. Want, zonder die dijk waren jullie in dezelfde troep terechtgekomen. Die andere mensen. Wat wil ik er nog van zeggen? Ik weet het eigenlijk niet meer. Want, je bent ook een beetje de klus kwijt. Ja, inderdaad, want nou valt die spanning een beetje eraf. Maar
Nee, ik hoef het nooit meer mee te maken. Niemand, denk ik. Niemand, want dit is akelig. Ja. Een hele vreemde kerstmis 1993, ja. Die u nog lang zult heugen. Heel lang. Heel lang. Ja. En iedereen hierachter. En, ja, gewoon ook voor die andere mensen. En wat die mee moeten maken. Want normaal is het hier altijd het eerste geweest. Dat ze hier achter het eerste onder water. En dit is nu het enige plekje wat droog is gebleven. Als het het allemaal goed houdt. Hè. Maar gisteren kwamen er ontiegelijk veel vrijwilligers. En ja, elke dag kwamen er heel veel vrijwilligers meehelpen. En ook, ja, je zag er heel veel mannen, ja, mensen die komen elkaar komen. Wat je anders praat er zo mee. Maar die komen gewoon vrijwillig komen ze naartoe en mee. Brandweer heeft natuurlijk ook behoorlijk geholpen, ja, in het leger. Bezel, Maasbree, Meijel, ze kwamen van ver. En nog bezig, hè? Ja, brandweer, heel veel mee, bezig mee dat ze hier nog aan het werken zijn. Maar zo, ja. Het was een. Dag heren. Goedendag. Waar bent u op dit moment nog mee bezig? Wij zijn bezig met een stukje dijkbewaking nog. Ja. Hoe staat het met de dijk en het water? Stabiel is nou. Ja. Dus, ja. De risico's zijn voorbij. Ik denk dat ze voorbij zijn. Maar het is hier heel kritiek geweest. Nou, luister, we zijn pas van de Bezelheuvel, zijn wij. En zijn pas een paar uurtjes hier. Dus hoe kritiek geweest is, dat weten we dus niet. Als je hier de situatie ziet, wat zegt u dan? Nou, triest. Zeer triest. Wat gaat u hier nou verder nog doen? Een beetje rondlopen en als er wat gebeurt? Ongeveer één uur blijven hier en dan krijgen we de drie mensen bezig die los ons weer af. Dus. Werk ze. Dankjewel. Dankjewel. Zalig kerstmis. Ja, hetzelfde. Hè? Meneer Van Haperen, een eindeloos verhaal over water, maar nu is er wat anders bijgekomen, sneeuw. Er is behoorlijk wat sneeuwval in Noord-Frankrijk. Er is nogal wat sneeuw gevallen daar. Wat heeft dat voor gevolgen voor de waterstand hier? Dat betekent dat waarschijnlijk de daling iets langzamer zal inzetten dan wij eigenlijk met z'n allen willen. We hebben expliciet aan Rijkswaterstaat gevraagd. Dat betekent dat we een nieuwe stijging kunnen verwachten. Vanmorgen in het overleg is gezegd nee, hoef je niet bang voor te zijn. Men sprak van een buffervoorraad. Ja, dus logisch. Sneeuw, het is droge sneeuw. Die blijft dan voorlopig even op het land liggen. Dat geeft het water in de rivier de gelegenheid om richting Noordzee te gaan. Dus waarschijnlijk stijgt het hier niet meer? Volgens Rijkswaterstaat niet. Ander punt, we hadden het een paar dagen geleden over schadevergoedingen en schadeformulieren. We melden toen al dat er van de provincie uit schadeformulieren worden verspreid in andere gemeenten. Die komen hier ook. Wanneer is nog niet bekend, maar u weet wel al een paar adviezen voor de mensen. Kunt u die even noemen? Nou, wat ik uit het overleg vanmorgen in ieder geval begrepen heb, is dat wanneer de mensen iemand toestemming hebben om naar de woning te gaan of weer terug naar de woning te mogen gaan wonen, dat op dat moment het verstandig is om datgene wat ze aantreffen op foto of video vast te leggen. Dat maakt dus straks bij de taxatie van de schade, maakt het voor de experts ook makkelijker om daar iets tegen te zeggen. En, dus alles vastleggen op foto voordat je het weggaat? Ja, ik heb niet idee dat het een verplichting is, maar het is een dringend advies om het wel te doen. En op die manier kun je de zaak wat makkelijker maken. We gaan werken, heb ik begrepen, met één registratieformulier voor de hele provincie. Dat maakt het ook allemaal wat makkelijker om in te schatten wat er tegen die schades gezegd moet worden. Wat betreft de troep die ze daar aantreffen, ik heb begrepen dat je dat ook niet direct weg moet halen, maar moet bewaren. Ja, iedereen die zo'n rapport indient, die zal bezoek krijgen van een taxateur. Dat mogen logisch zijn. En ik heb gehoord dat het de bedoeling is dat die taxateur daadwerkelijk ziet wat er aan ravage is aangetroffen. Uiteraard hoeft die ravage niet in huis te blijven liggen. Maar stel dat u vloerbedekking heeft die u eruit moet trekken, of u heeft een pakket dat helemaal is gaan drijven, niet meteen weggooien, slaat even op in de tuin of op de binnenplaats, waar dan ook. En als die taxateur komt, even laten zien, dan weet hij ook precies dat als u zegt ik ben mijn vloerbedekking kwijt of ik ben mijn pakket kwijt, dat ook daadwerkelijk zo is. Aalmoezenier Janus,
U bent hier in verband met de kerst, denk ik. In verband met de kerst en datgene wat de mannen in het groen hier doen. Wat doet u hier precies? Ik probeer zoveel mogelijk alle eenheden te bezoeken, alle groepjes te bezoeken. Te kijken wat zich hier afspeelt en daar waar het wat moeilijk is te ondersteunen. En ik deel wat kerstkaarten uit. En ik zie. Daar staat een boodschap op. Ja, er staat een boodschap op. Wil ik het voorlezen? Ja. Geen konijn of kalkoen dit jaar, maar het licht van de hoop brandend houden. Juist te midden van zoveel water. Misschien is dat wel wat Kerstmis echt bedoeld te zijn. Een heel gelukkig kerstfeest. Vrij rustige nacht achter de rug. Toch nog een stukje vredig Kerstmis, ondanks alle ellende die over ons komt. Hier trouwens ook een beetje aandacht aan besteed, of niet, in de bunker? Wij proberen toch een beetje kerstsfeer te maken. Als u om me heen kijkt, dan kunt u dat zien. We hebben ook in de sfeer van de verzorging hebben we ook een paar dingetjes gedaan die wat extra betekenen ten opzichte van de normale voorzieningen. Ivo, terug naar afgelopen nacht. Het is rustig gebleven. Het is heel rustig geweest. Er zijn maar een paar heel kleine inzetten geweest. Over het algemeen heeft men zich kunnen beperken tot het bewaken van de dijken. Die begonnen hier en daar wat wakkelig te worden, om het zo maar te noemen. En door wat extra voorzieningen in de vorm van een pakket extra aarde er tegenaan te zetten of wat extra zandzakken, is dat gelukkig allemaal behouden gebleven. Er is wel één nieuwe ontwikkeling. Jullie houden door het langzaam dalende water rekening met de terugkeer van de mensen naar hun huizen. Wanneer dat exact zal gebeuren is geloof ik nog niet helemaal duidelijk. Maar jullie hebben wel alvast criteria geformuleerd. Wat voor criteria? Waar zijn die voor? Die criteria die zijn ervoor om de mensen in ieder geval te adviseren geen dingen te doen waarvan ze achteraf spijt krijgen. Wij adviseren op dit moment om niet terug te keren dan alleen voor het schouwen van. En de nadere voorwaarden, maar dan moet ik even op mijn advies kijken. Dat zal vanavond worden uitgezonden, heb ik begrepen, bij de Stadsomroep. Dat komt na de uitzending op de Beeldkrant. Maar vertelt u even kort wat de criteria zijn. Wij zeggen toegang tot de geëvacueerde gebieden, hulpverleners ja. Bewoners ja, mits, maar dan krijgen we een paar criteria om de woning te bekijken onder voorwaarde dat ze zelf het gebied te voet in kunnen, waarbij we uit veiligheidsoverwegingen meegeven, je zou het wegdek moeten kunnen zien in verband met putdeksels die uitgedreven zijn, want het is levensgevaarlijk als je daarin terecht zou kunnen komen. Nog een flink stuk zakken eerst? Op plaatsen moet het inderdaad nog een flink stuk zakken. Een aantal straten die staan er al redelijk bij. Bij het binnengaan zeggen we schoonmaken mag. Elektrische installaties blijft daar voorlopig van af. Want je kunt meer schade veroorzaken door proberen iets aan te zetten dan een afwachtende houding aan te nemen. Ze kunnen natuurlijk geëlektrocuteerd worden, hè? Als je op water staat. Het is levensgevaarlijk. Die kans loopt u dat u onder spanning komt te staan. Ja. Hebben we nog zaken? Andere zaak is dat we dat in ieder geval regionaal adviseren. En dat de lokale crisiscentra dat ook als advies aan de bewoners meegeven. Dat wij als hulpverlenende diensten geen ondersteuning geven bij de terugkeer van, omdat wij de eenheden paraat moeten houden voor eigen inzet. Ook belangrijk is dat de straat in goede staat verkeert. Dat u in ieder geval daar geen brokken maakt. De straat moet in principe vrijgegeven zijn. Flatwoningen die kunnen uiteraard dan betreden worden. Elementen die daar vooral van belang bij zijn, is dat de begane grondvloer in principe watervrij moet zijn. En de gasinstallatie en de elektrische installatie door een deskundige door of namens Mega bekeken moet zijn. Als er nou mensen zijn die terug willen keren, maar nog niet helemaal zeker weten of ze wel aan die criteria voldoen, kunnen ze dan hier naartoe bellen? Dat gebeurt dan in ieder geval onder hun eigen verantwoordelijkheid, want wij adviseren in principe niet. De criteria die worden via de kabelkrant dan kenbaar gemaakt en die zijn duidelijk genoeg dat iedereen
naar eigen bevind van zaken oordelen of die wel of niet terug kan voor schouw in zijn woning. Het risico is voor henzelf? Het risico is in principe voor henzelf, ja. Ik moet zeggen, ik ben blij dat we nou toch erin kunnen en dat we, ja, het water heeft, staat hier denk ik 30 centimeter, hier heb ik het binnen gehad. We proberen nou dus eigenlijk een beetje droog te maken, de ergste rotsje eruit, zodat het binnen kan drogen. En de kruipruimte die laten we vol met water staan. We proberen toch het een en ander op te ruimen en dan ja, hopen dat het zakken van het water dat doorgaat. U laat de kruipruimte vol met water staan, waarom mag ik vragen? Nou, ik heb al een pomp hier, maar de buren die zijn nog niet terug. En ik ben bang als ik ga pompen om het eruit te krijgen, dat dan ja, de fundering wat schade op gaat lopen. En ik denk dat we dat moeten voorkomen dat het huis schade heeft. Inboedel hebben we schade voldoende, hebben we al genoeg. Dus ik hoop dat, dat we er zo vanaf komen. Vanaf hoe lang ben je al bezig met opruimen? Nou, we zijn net hier een half uur geleden. Ik was met mijn schoonbroer gaan kijken van kunnen we erbij. Ik had nog een parkkar. En ja, dat ging. En toen heb ik direct hem ook gevraagd om de eerste zaak op te gaan ruimen. Dat de grootste troep weg is. Om de zaak proberen in de kamer tenminste droog te krijgen. Want dat zal het grootste probleem zijn voordat de zaak weer helemaal droog is. En daarna kun je het eigenlijk pas weer ja, goed kunt schoonmaken en dat je terug kunt naar het huis. Hoe groot is de schade, denk je? Ik denk dat ik een schade heb van 5.000 tot 7.000 gulden. Zoals ik dat op korte termijn tel. Vloerbedekking die is naar de Filistijnen. Meubels, behang en al het gebeuren. En, ik heb gelukkig geen parket, maar ik denk dat ik ja, zeker aan een nieuwe vloerbedekking kom. Goed, hè? Hopen dat we volgend jaar met een droge kerst dan binnen kunnen zetten. Ik heb hier stroom, ik heb verwarming, de ketel staat boven de zolder en ik kan koken, gas, wel in het water staan natuurlijk, maar voor de verdere rest kan ik het hier goed uithouden. U bent nu kerst en vier met die vrouw? Ja, we zitten hier samen boven, ja. En dat bevalt wel? Ja, het zal wel moeten, hè. We zullen leven met de situatie hoe het op het moment is. Hebt u veel waterschade in uw huis? Nou, ik heb het een centimeter of 40 binnen gehad. En ja, het hoogst noodzakelijke heb ik naar boven gehaald, dus de meubels en dergelijke. De tafels heb ik op de werkmeet gezet en alleen een kast staat er nog in. De tafel ingepakt in plastic. En ja, voor de verdere rest kan ik hier ook niks meer doen. Ze krijgen u voor geen goud uit uw huis? Nee, nee, nee. Ik blijf hier gewoon, nou ja, het is nou weer een zakje. Dus een paar dagen nog en dan is het ook, dat heb ik weer gehad. En dan kunnen we beginnen met opruimen. Meneer Denks, veel waterschade bij u? Nou, ik heb zelf niet zoveel schade. Als ik dat tenminste vergelijk met andere mensen hier in de buurt, dan valt het bij mij reuze mee. Als een beetje achterom in de veranda is het parket een beetje naar boven gekomen, maar daar houdt het dan ook mee op.
Het is vandaag eerste kerstdag. Je bent weer terug in uw huis. Komt u er sinds vandaag in? Nee hoor, we zijn gewoon hier kunnen blijven. Ik heb stroom gehouden en het gas is gebleven. En mevrouw en ik en de kleintjes zijn thuis gebleven. En de rest van de kinderen zijn bij kennissen geweest. En die wou ik dus nu gaan ophalen. Nu is het water weer genoeg gezakt, dat iedereen weer gewoon thuis kan zijn. U bent gewoon thuis gebleven al die dagen dat het water hoog stond. Wat hebt u toen gedaan? Nou, zover ik hier ben geweest, ik ben een paar keer op kantoor geweest. Een paar keer op het gemeentelijk informatiecentrum geweest. En verder heb ik hier geprobeerd samen met de buurt de zaakjes bij iedereen zo goed mogelijk droog te houden. Ik denk dat als er iets positief is bij al deze ellende die we met elkaar de laatste dagen doormaken, dat het dat is. En ja, en het probleem is een beetje dat we, denk ik, dat we dat nog wel een paar dagen zullen houden. Want de vooruitzichten zijn wat dat betreft niet zo dat het water snel weg zou zijn op dit moment. En ik denk dat we dat ook met elkaar moeten houden. Want anders dan, als iedereen op zichzelf nu zou worden teruggeworpen, dat veel mensen het dan zeer moeilijk zullen krijgen. Kortom, een kerst om nooit meer te vergeten? Ik denk dat niemand deze kerst nog ooit zal vergeten. Ik wil je huis niet verlaten. Probeer te redden wat te redden kan. Ik zou zeggen, mevrouw, succes ermee. Kerstfeest 1993. Voor de regio Limburg zal het nog lang in het geheugen blijven steken. Een kerstfeest met vooral veel last van water. Veel ellende, zenuwen over onherstelbare schade die bovendien niet verzekerd is. Tot zover deze uitzending. Morgenavond weer een journaal met daarin natuurlijk de nieuwste feiten, de stand van het water, de schade, schadevergoedingen en nog veel meer. Ik wens u een hele prettige avond toe, een zalig kerstfeest, nogmaals namens alle medewerkers en wat mij betreft tot morgenavond. Alle actuele informatie kunt u verder blijven volgen via Radio Stadsomroep Venlo en de Beeldkrant. Tot morgen. Goedenavond, zondag 26 december, tweede kerstdag, kijkt weer naar een extra uitzending van het Stadsomroep Journaal. De laatste waterstand vanochtend gemeten was 17,95 meter. Dat betekent dat het water flink zakt. En dat betekent ook voor het crisisteam dat de aandacht is verlegd van de strijd tegen het water naar de strijd tegen de gevolgen van het hoge water. Er is contact gelegd met GGD, slachtofferhulp, het RIAG, de sociale dienst, allemaal instellingen die zijn ingeschakeld om de slachtoffers te helpen waar nodig. Wat kunt u vandaag van ons verwachten? We besteden natuurlijk aandacht aan het bezoek van minister Kok. Eigenlijk zou die gisteren komen, maar dat was een misverstand. Hij bezocht vandaag hier in Tegelen een enkele families en hij ging ook nog naar Venlo en naar Blerik, waar hij naar het ingezakte pand van Van Enkevoort keek. Daar dus aandacht voor. Verder natuurlijk de laatste nieuwtjes. Jan van Haperen vertelt u straks hoe u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om gratis uw kelders leeg te laten pompen. Dat kan nu nog niet, maar wanneer dat wel kan, dat hoort u dus straks. Dat dus straks, maar we beginnen eerst met het bezoek van minister Kok aan Tegelen. Dit zijn de eigenaren. Je staat hier in de buurt, zegt familie. In Tegelen? Ja. Ja, we zijn met z'n allen toch in Tegelen gebleven. En hoe lang ben je er nog heen gebleven in het huis? Tot vrijdagochtend, zaterdag, donderdag. En ging het toen hard? Heel hard, ja, heel hard. Maar misschien kunnen we eerst even kijken dan. Dat op de grond stond kon je niet omhoog krijgen. Meer. Ja, het hele huis is leeg, praktisch leeg, er staat binnen niks meer in. Ah, ja. Aan de achterkant hadden we niet verwacht dat het zo hoog zou komen. Ja, de wasmachine, diepvries, droger, ja, een heleboel apparaten liggen er. Dat zat er wel allemaal. En in de garage hebben we een heleboel ingestouwd. En ja, we hebben een flinke knal en wat slagen gehoord, alsof dat hele troep omgeflikkerd is daarbinnen. Dat weten we niet, dat kan goed. Daar komen we wel de volgende week achter. Ja. Ja. Je hebt hier nooit eerder een onderstroming gehad, of jawel, jawel. Het is bijna de laatste jaren is het elk jaar te doen dat we in beperkte mate overlast hebben. Maar ja, hier is niks tegen te doen. De gemeente heeft ons koninklijk behandeld. Ja. Als je daar kijkt wat voor een hoop zand dat ze aangerukt hebben. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dat hadden we nooit durven wensen.
maar daar was niks tegen te doen. Er komt er toch is hier nou een mogelijkheid vanuit de discussie gekomen. Het is hier een dal en door die dal ligt een duiker. En nu zijn er mensen die zeggen, nou goed, je moet daar een soort klep ontwikkelen. Ja. Dat het water terugstoot uit de Maas. Ja. Dat die klep dicht gaat. Ja. Dat het achtergrondgebied, nou dat zijn een van die suggesties waar ik me die over sprak. Die is uit de contacten met de burgerij gekomen. Maar wordt daar nu over gepraat of werd daar wel eens eerder over gepraat? Nou, dat is eigenlijk nauwelijks aan de orde geweest. Ja, maar nou wordt het wel serieus. Meneer Kok, wat maakt het voor indruk op u, dit beeld? Ja, je ziet het op tv, maar ik zie het hier nou anders voor me. Ik bedoel, het is natuurlijk vreselijk. Ja, het is je hele hebben en houden en al je spullen. Bedoel, je huisraad en je spullen, je wasmachine, ze noem maar op. Ja, god, het is vreselijk. Je moet het, Nou, is dit niet het enige huis? Het gaat om duizenden huizen. Ja, nee, maar u vraagt nou wat dit het beeld is. Ja, ik ken die andere duizenden hebben we nog niet gezien. Dus, een belangrijke vraag die u al eerder is gesteld natuurlijk over die 15 miljoen. Ja, nou, daar is het natuurlijk nooit mee te betalen. Nee, maar goed, wanneer was het? We hadden donderdag kabinetsvergadering. En toen hebben we gezegd, we moeten dus een gebaar maken voor het rampenfonds. Dan hebben we natuurlijk een ramp in deze omvang absoluut nog niet voor onze ogen gehad. Dus u als minister van Financiën, dit ziet, wat zegt u? Ik als minister van Financiën, ik reageer gewoon als persoon. Ik zeg, dit is vreselijk. De omvang van de totale schade kan ik niet beoordelen. Je hoort wat getallen en zo. Dus dat moet vele, vele, vele malen groter zijn dan we toen dachten. Dus daar moet je natuurlijk alsnog een andere oplossing bij bedenken. Maar ik ga niet lopen jongleren met bedragen. Dat vind ik volstrekt onzinnig. Maar het is natuurlijk zo dat mevrouw Dales hier morgen het overleg heeft gevoerd. En we gaan met elkaar de komende dagen de rekening beter opmaken. Samen met provincie, samen met gemeente. Dan moet je natuurlijk rekening houden met de mogelijkheid dat er vanuit het Rijk meer gebeurt. En ik vind doet dat... u zijn inschatting? Nee, dat doe ik dus niet. Heel veel ervaring op dat gebied? Nee, ik heb absoluut geen ervaring op dit gebied. De laatste keer dat ik hoogwater... Maar met geld bedoel ik? Geld als water, wou je zeggen. Ja. Serieus? Hoeveel groter wordt het? Echt geen flauw idee. Ik denk dat we het gewoon aan de verantwoordelijken moeten overlaten. De mensen hier van dat de bent provincie. U toch al? Nee, de mensen van de provincie, de gemeente die de hele schade kennen. Er worden schadeaangiftes gemaakt. Dan wordt er netjes, zoals het hoort, met Binnenlandse Zaken over gepraat. En ik ben dan als minister van Financiën niet de beroerdste om op een reële manier te kijken naar waar men mee komt. Zo ligt het en niet andersom. Theo Doesborg, jij woont hier? Ja, inderdaad, woonde hier. Tot donderdagochtend om 6 uur is na een gigantisch werk verricht te hebben, is het water toch doorgebroken. We hebben enorm veel steun gehad van de gemeente. Er is, zoals je ziet, misschien wel 500 kubieke meter zand opgeworpen om een dam te maken. En dat is gewoon, het was achteraf, kunnen we gewoon zeggen, dat het niet mogelijk is gebleken om het droog te houden. Wanneer zijn jullie eruit getrokken of wanneer kwam het water? Mijn vrouw en kinderen die zijn op woensdag vertrokken. En donderdagochtend om 6 uur, toen is het eigenlijk via tuinen van verder gelegen panden stroomde. Achter de dam het huis en het perceel. Zaten jullie er toen nog in? Nou, in zover we hebben alle meubels op zolder gezet. Wat, waar we geen plaats voor hadden, staat buiten op marktgragen. Dus om het allemaal maar hoog en droog. En ik denk dat voor het grootste gedeelte gelukt is. Dus is natuurlijk wel wat bedorven. De achterliggende gedeeltes, dat hebben we niet geraad. Maar er is geen gevaar geweest in zover. Het is heel langzaam gestegen en we waren dan nog wel met een heleboel mensen hier. Maar we hebben vanaf deze plek gewoon maar gekeken hoe het langzaam volstroomde. Waar woont u nu? We wonen bij familie. We zijn schitterend opgevangen, dus wat dat betreft is het hier integer geen probleem. De kameraadschappelijkheid is heel groot. Ja. En waar woont u? Ik woon in Maastricht. Ook problemen? Wij niet. Gelukkig nog niet, nee. Ja, heel veel gedeeltes van de stad wel, maar nee. Niet zo. Kom even kijken hoe het hier staat. Ja, ik heb hier familie wonen en we moeten toch een beetje kerst vieren. En ons gezicht even laten zien. Wat hè? Maar ja, je kunt er niks in doen. Dat is de buurman die er toch ook tot over zijn... U bent de buurman? Oh, liefst? U bent de buurman? Ik woon ook in Nabbe, ja. Waar is uw huis? Mijn huis staat een stukje verderop in het water. Wij zijn ongeveer net zo erg verzopen als Theo hier. Hetzelfde probleem. Dat is ook een totale overval. Proberen te redden wat het te redden viel. Op welk moment beslis je nou om je huis te verlaten? Op het moment dat je tot je buiknagel in het water staat. Dus we hebben eigenlijk eerst geprobeerd het water buiten het huis te houden. En dat is een heel lange tijd is dat gelukt. In die tijd krijg je ook de mogelijkheid om veel zaken nog te redden, dus naar boven te dragen. En op een gegeven moment toen klapte een deur door. En toen kwam het water met alle geweld naar binnen en toen zijn we moeten gaan.
Maar dan staat het in je buiknagel, staat in het huis. Nou komt straks het huis weer vrij. Nog een paar dagen. Ja. Dan begint de ellende pas, hè? Dan moet je gaan opruimen, ja. En ik denk dat we wat dat betreft iets minder problemen hebben als Theo. Maar bij Theo is nogal veel van de dijk naar binnen gespoeld. Dat bij mij niet, maar bij mij is natuurlijk alles onder water. Dus schoonmaken, alles poetsen, zaken die vernield zijn, opruimen, weggooien. Waar zit u nu eigenlijk? Waar bent u nu ondergebracht? Bij mijn schoonouders. Dus we zijn prima verzorgd. En wat vindt u van de hulp door de gemeente? Nou, ik moet zeggen, wij hebben in het begin erg veel hulp van de gemeente gehad. In het begin wilden wij dus een aantal aardewallen opgooien. Nou, die zijn door de gemeente heel netjes neergelegd. En daarna zijn wij een beetje verstoken geweest, want we hebben een paar keer de alarmnummer gedraaid en de politie. En dat pakte niemand op. Maar goed, er kon ook eigenlijk nog weinig geholpen worden. Wij wilden eigenlijk alleen op het laatst, toen we het huis moesten verlaten, een bootje hebben. Maar dat lukte niet meer. Dus we zijn tot hier ver waden door het water, zijn we dus op het droge gekropen. Je bent ook machteloos. Ik kan er ook niks aan doen. Het enige wat ik, kan doen is... Dat je even kijken hoe het eigenlijk begrip voor. Je weet wat er zo'n beetje leeft dan. En wat het te komen is. Hebben de mensen ook echt dringend nodig. Het begrip van... Het is het allemaal rot, hè? Dat ze daar zijn. Het is in alle opzichten rot. Het is je materiële schade die je dus hebt. Maar je kunt er tegen natuur kun je niks doen. Hoeveel mensen hebt u in huis? Het is de natuur geweldig. Ze zeggen wel dat ze maar dijken moeten bouwen en zo. Ja, maar als je die loop van de Maas kun je toch niet gaan verleggen. Het is de natuur en die natuur kun je niet tornen. En daar moet je respect voor hebben. Dus, Jullie nemen het wel gemoedelijk op, vind ik. Je moet er nuchter op. Mick Kok, hoe vindt u dat de opvang is geregeld voor de mensen? Nou ja, kijk, het is natuurlijk ontzettend wat mensen overkomen met ondergestelde huizen en alle dingen erbij, maar dat vind ik toch weer typisch ook Limburgs. Ik kom dus uit het westen van het land, wij zouden een beetje sikkeneuriger zijn, maar jullie vangen het weer gezellig op. En dat maakt de narigheid niet minder. Maar het is hier buitengewoon gezellig. Ik weet niet of dit de doorsnee gezin is. Maar het is hier buitengewoon gezellig. Gaat u nog een kopje soep eten? Ik heb bijna het gevoel dat ik ga hier niet meer weg vandaag. Maar dat kan ik thuis niet maken. Je moet nog naar Venlo. Ik naar Venlo en nog naar Amsterdam. Ja, mijn vrouw en mijn kinderen zitten ook te wachten straks. Neemt u nog soep? Ja, ik wou dat eigenlijk wel doen. Want het is, dat vond ik ook de omgekeerde wereld eigenlijk. En is het nu meer of minder dan de 26? Ik dacht iets meer. Toch wel. Want toen was het er dan In totaal 19 zijn er op het moment hier. Is het allemaal familie van u? Dat is allemaal familie, ja. Ja. Ik heb 5 kinderen, hè. Het zijn 2 zoon en 3 dochters. En ze hebben allemaal wat met het water te maken. Mijn tweede zoon dan. En mijn jongste dochter, mijn oudste dochter en ikzelf dan. En nu kunnen we onderdak krijgen hier bij mijn oudste zoon dan. Hè. Wel met zoveel mensen. Hoeveel zijn het er nou in totaal? Dat zijn er ongeveer 20. Dat is wel mogelijk. Ja, dat we delen over 2 huizen, want we zijn met z'n tweeën droog gebleven. Dus een gedeelte zit hier, een gedeelte zit op de spoorstraat. Dus dat gaat prima. Nou, gezellige kerst alsnog. We hadden het gisteravond over, toen zaten we bij elkaar en toen zeiden van... dit wordt misschien wel de mooiste kerst die we mee hebben gemaakt, dat we zo samen zitten. Ja, dat denk het wel. Samen, het samengevoel. Dat is heel belangrijk. Ja, dat is wel mooi. Maar we zeiden van, dat moeten we eigenlijk in ere houden om dat toch elke kerst weer terug te laten komen. Want dit hadden we nog nooit meegemaakt, om zo samen de kerst te vieren, die heel intensief. En dat we echt ervan overtuigd zijn, dat is de mooiste kerst, ondanks de ellende. Dat is wel. Want we zijn natuurlijk niet de enige. Nee, helemaal niet. Er zijn misschien wel veel erger gedupeerd. Maar je moet er toch wat van maken. Het is typisch dat er zoveel uit één gezin zijn. Hè? Ja, dat wel. Met 4 huisgezinnen uit één gezin. Nou, hadden we zelf ook niet verwacht. Maar hij denkt ook vaker. En wie concentreert zich dan eigenlijk? Hè? Ja. Nou, we kunnen het goed zelf opvangen. Binnen de familie kun je... Want je kunt wel zeggen, ze gaan naar een opvangcentrum. Als je binnen de familie
niet op kunt vangen. Deze maar dat viel me namelijk tegen op. We hebben ongeveer 500-600 mensen geëvacueerd. Er ja. zijn er maar een handjevol die we echt moeten een onderdak moeten doen. De rest wordt allemaal door familie of door kennis. Ja. Dat is toch eigenlijk een kenmerk van de gemeenschap van Tegelen. Ja, dus laten we de saamhorigheid eigenlijk. Ja. Mag ik nog wat anders vragen? Vindt u dat de burgemeester, dat de gemeente u goed genoeg heeft geholpen, waar ja. mogelijk? Ja, heel goed. Hij zit nu naast u, dus u mag geen kritische geluiden laten horen. Maar die geluiden krijg je overal hoor, nee. bij de mensen in de straat ook, van de gemeente doet het uit zijn best. Prima geregeld natuurlijk zijn dat schoonheidsfoutjes, maar dat kun je in deze situatie ook niet veranderen. Kan je niet aan de zin, hè? Ik heb ook de minister gezegd, we hebben twee grote wallen opgeworpen, één in Nabbe bij jullie ja. en één bij de kas van Dings. Ja. Maar ja, uiteindelijk, kun je niet doen, want het kwam zo razendsnel bij haar, want het binnen een half uur, rondom in het water, dat ze echt niet weg wilde. Ik zeg, man, je moet. Ja, wat voor mij interessant als bestuurder is, hadden jullie dit nou verwacht? Of dachten jullie, het is weer het oude patroon? Het oude patroon. Wel bij mijn jongste zus en bij mijn broer, daar waren we ontzettend bang voor. Want die waren, mijn jongste zus, die waren al vanaf maandag een pompen. En bij mijn jongste broer verwachten we het ook. Maar bij mijn moeder en mijn oudste zus had ik niet verwacht. We dachten, want we hebben hier de tweede fase in werking gezet. Toen dacht iedereen, nou, het zal wel weer het verhaal van januari, februari of van 84. En ik denk dat de mensen, maar op het moment dat wij dat in de gaten hebben, dus ook een circulair laten uitgaan. Ja. Al die mensen met hebben gezegd. Zijn jullie op tijd gewaarschuwd? Ja. We hebben namelijk twee keer een circulaire laten uitgaan. Eén naar aanleiding van fase 2 en 1 naar 3. Ja. Heb ik gezegd, mensen beginnen nu met maatregelen te nemen, want anders is het te laat. En ik moet zeggen, dat ja, dat is ik heb... prima, dat heeft prima geholpen. Ja. Nou komt zometeen de grote ellende pas als het droog valt. Wat heeft u voor plannen, burgemeester? Nou, wij hebben dus een aantal concrete doeleinden voor. Op de eerste plaats de mensen zo snel mogelijk terug naar de huizen. Op de tweede plaats moeten wij proberen namelijk de schadeafwikkeling zo goed mogelijk te doen en zo snel. En alle, laten we zeggen, rommel, zandzakken, zand, vuil uit de huizen, alles wat aangespoeld is en de Maas, proberen we planmatig aan te pakken. En dan beginnen we aanstaande maandag beginnen we dan mee. Dit is volgend jaar 6 februari bestaan we 60 jaar. 60 jaar? Ja. En Edinsco hiernaast bestaat sinds 1926. 26, dus precies bij de watersnood toen, bij de overstroom. Toen ben je gelijk gaan bouwen. Denk, dat gebeurt nooit meer. Dat gebeurt niet meer, het is eens in de eeuw dus. Ja. Maar we hebben alle elektronica eraf gehaald hier. Dat is hier gelukt. Ja. Alleen voor ons is het natuurlijk een. Omdat wij. De gevolgschade is voor ons het ergste, omdat wij in het hoogseizoen werken op dit moment. Ja. Voor Nedinsco is het veel meer de directe schade, omdat het een fijn mechanisch bedrijf is. Ja. Hier is het. Deze is ook. Hier is doorgetrokken. Tot hier. Een stuk. Klein halve meter. 40 centimeter. Probeer het allemaal zo ver mogelijk omhoog te trekken. Is er veel export bij, hè? 15% ongeveer. Dus hoofdzakelijk binnenlandse markt. Overwegend. Ja. Ja. Zijn deze acties niet beschadigd? Wat omhoog geplaatst? Nee. Maar bijvoorbeeld bij deze acties is het laatste proces onderbroken, die hier allemaal staan, door het uitvallen van de stroom.
En hoe draaide jullie bedrijf? Stond je al moeilijk of had je een klein beetje vet op de... Centurion is toen ik 6 jaar geleden kwam, was een bedrijf zwaar in nood. Ja. En we waren nu voor het 3e jaar in de positieve cijfers. Ja. Dus we waren juist bezig iets spek op de botten te krijgen. Betekent dit nu weer terug naar zwaar in nood? Nou, nee. Niet voor Centurion niet, nee. Voor Nedinsco is, denk ik, dat het heel moeilijk gaat worden. Dus het is eigenlijk een hele lelijke tegenvaller in een proces dat je net bezig bent bovenop te klimmen. Nedinsco, waar we zo dadelijk naartoe gaan, heeft een hele moeilijke periode gehad. Vorig jaar is 25% afgeslankt. Hij heeft hoofdzakelijk voor de defensie gewerkt. Ja. Door het wegvallen van de muur, stuk markt weg. Ja. En daarna vorig jaar een strop met DAF SP. Ja. DAF ongevallen, vorderingen niet inbaar en nou dit eroverheen. Ja. En de directe schade is daar groter omdat we veel meer fijn elektronische apparatuur daar hebben staan. Ja. Dat zult u zo dadelijk zien. Gaan we nog kijken? Ja, graag. Hoe ver dus de elektronica beschadigd is. En die kasten staan vrij laag. Ja. En de machine aan zich, dat zal wel meevallen, maar de elektronica die in de besturingskasten zit, die zal natuurlijk wel een tik gekregen hebben. Ja. Dus het gaat ook een lange tijd vragen om dat uit te testen en zo. Hè? Dit is natuurlijk een minder kwetsbaar deel, maar de besturing die daar weer staat, de elektronica. Dat zijn allemaal Duitse machines? Nee, toch niet. Nee. Ook veel Frans, Amerikaans. Ja. Ik heb een warning. Ja. Hoeveel geld staat hier? Ben je nieuwwaarde? Ja, dan praat je toch over tonnen, hoor. Hier, in deze ruimte? In deze ruimte, dat we... Ik denk dat op zichzelf dat hier wel voor een kleine miljoen staat, hoor. Dat is er al 1 van de 15. Ja, wacht even. Zo, dit is het einde van de... Wat is dat? Een detailhandel in gereedschappen aan de andere kant van de Maas. Oh, ja. Daar rijden we even over de E3 naartoe. Ja. Dan zijn we met 1 minuut of 10. Ja. Wat vindt u trouwens van deze aanblik? Nou ja, kijk, de aanblik is overal weer hetzelfde. Alleen als je natuurlijk ziet wat er weer achter zit. Ik bedoel, werkgelegenheid, toekomst van mensen. Hoe gaat het met zo'n bedrijf? Zien ze wel of niet kans om er bovenop te klimmen? Je hebt sowieso een hoop vertraging en narigheid. Toch al een tijd met een hoge werkloosheid. Dus ja, dat vind ik het meest sneuwe van alles. Het gaat ze vertelden u ook dat ze er net even bovenop geklommen waren, 3 jaar. Ja, nou ja, dat is ook knap. Dat ze natuurlijk in een paar jaar tijd een beetje uit de grootste problemen zijn gekomen. En ook met begrippen die mij ook wel aanspreken. Wat was dat ook alweer? Moed en enthousiasme. Nou, dat hebben de politiek ook vaak nodig. Kabinet goed, ook. Heeft het kabinet ook. Ja, maar goed, je krijgt toch weer een dreun terug dan. En je staat er machteloos als bedrijf van tegenover. Hè? En dat is, wanneer gaat u nou over praten? Nou, erover praten. We hebben dus nu eigenlijk als eerste hier... De collega's in het kabinet die hier verantwoordelijkheid hebben. Dat is naar de gemeente en de provincie toe. Mevrouw Dales, die komt hier morgen in Limburg. Mevrouw Maai is hier uitvoerige geweest vanuit de betrokkenheid met verkeer en waterstaat. Nou, dan zullen de heer Lubbers en ik samen met de collega's natuurlijk de komende week kunnen, als de zaak ietsje beter in kaart is. Hè, wat is schade, hoe verder dingen. De zaak nog weer eens verder bekijken, ook met het kabinet. Dus dat is toch altijd een kwestie voor je de zaak nog helemaal definitief afrond, meer deze keer van weken dan van dagen. Niet omdat de molens langzaam draaien, maar gewoon omdat je de zaak goed in kaart moet hebben. Hè? Dus over een paar weken krijgen we te horen hoeveel geld de regering eraan zou willen besteden aan schadevergoedingen. Ik denk dat je over een paar weken meer zicht hebt op de vraag wat alle betrokkenen eigenlijk hutje bij mutje leggend kunnen doen. Je hebt natuurlijk allerlei overheden, je hebt gemeentes, je hebt de provincie, je hebt ook de bedrijven zelf, die soms wel en soms niet over een buffertje beschikken. Het is natuurlijk niet zo dat de regering een soort noodfonds is voor moeilijke gevallen. Ik bedoel, het is dan ook weer de belastingbetaler niet. Ik bedoel, we hebben ook niet... Ja, maar ja, als er een ramp gebeurt, moeten we wel op de regering terug kunnen vallen. Ja, dat is absoluut waar, maar per saldo is het dan toch weer de totaliteit van de belastingbetalers. Ik vind dus dat er een bereidheid moet zijn, dat hebben we ook al getoond voor het weekend, hè, van die 15 miljoen, om dus via het rampenfonds de ernstige nood te lenigen. Nou, voor het weekend wisten we niet dat de watersnood hier zo'n omvang zou hebben. Dus het is gewoon een grotere watersramp geworden eigenlijk dan we dachten. Dus dat betekent dat die 15 miljoen natuurlijk te weinig is. Dat spreekt vanzelf. Maar hoeveel dan meer en hoe precies en wie wat en exact. Ja, daar gaan zoveel dingen zitten daar aan vast. Daar kun je zo in het algemeen geen uitspraak over doen.
Het is een kwestie van overleggen weer. We gaan toch zwemmen, begrijp ik. Ja, zeg, hè? Hij steekt niet achterin. Oké, okay, nou. Lukt het? Of moeten we een stoeltje maken? Ja, De vorige keer ook ervaren. Mensen mochten niet meer kelderen natuurlijk, want dat was helemaal... Nee. Maar er was scheuring, dat er 84 ook echt niet. Er waren wat scheurtjes, maar het was niet zo dat dat leidde dat er dus massaal water naar binnen kwam. Want we hebben dat toen na 84 laten onderzoeken door bouwkundigen. En we hebben ook een aantal boringen gedaan hoe die bedding was. Hebben we eronder of dat weer lukt anders alles zo. Nou, en we hebben er gewoon na 84 al die jaren hebben we gewoon doorgekocht en doorgelopen. Dus verder probleemloos geweest. Okay. Nou, nu is het dan in één ruk. Verder geen persoonlijke. Kijk, daar ligt wel even een balk. Het een balkje daar boven de deur gezeten. Nou, Ja, dat is het. Ik kan altijd maar zeggen van ja, dat hebben we de overheid voor. Nee, maar dat zal een combinatie moeten nemen. Ja. De aannemer wordt de interviewer. De aannemer wordt de interviewer. Ik weet dat u de portemonnee heeft, dus ik dacht, ja. Maar je weet dat er zo weinig in zit in die portemonnee. Ja, dat is bekend. Ja. Mark Vroeg voor Dalen tegen. Hè? Vroeg is mevrouw Dalen zien. Dalen, hè, ja. Die, morgen, ja. Dan gaan we... Die brengt de huishoudbeurs mee. Ik mag niet aan de centen komen. Ik pak niet. Je leent het niet zo gemakkelijk uit. Meneer Van Haperen, het is vandaag tweede kerstdag. Hoe is de stand van het water? De stand van het water op dit moment is ongeveer 1790. Dat denk ik dat we ongeveer 40, 45 centimeter kwijt zijn geraakt ten opzichte van de hoogste top. Kunt u nou ook iets duidelijker zijn over de snelheid waarmee het water daalt? Wordt het een kwestie van dagen of uren? Ik ben daar niet al te optimistisch over. Ik denk dat we nog dagen bezig zijn om die grote hoeveelheid water weg te krijgen. Gelukkig daalt, maar de berichten die wij hebben van Rijkswaterstaat en de berichten uit België wijzen niet op een snelle daling. Wat betreft de hulpverlening, die is voor het crisisteam veranderd van de strijd tegen het water naar de strijd tegen de gevolgen van het water. Wat houdt dat nou precies in? Nou, we zijn gisteren eigenlijk al begonnen met het bekendmaken van de criteria wanneer wij vinden dat mensen naar huis mogen. Dat is nu wat bijgekomen. Aanstaande dinsdag kunnen op 3 punten in de stad kunnen formulieren worden opgehaald. Wat zijn die schadeformulieren waar we het eerder over hadden? Dat zijn die bekende schadeformulieren waar we het eerder over gehad hebben. Dat kan op 3 punten in de stad gaan gebeuren. Maar daarbij is tegelijkertijd, en dat is ook heel belangrijk denk ik, ook ander soort van hulpverlening bij aanwezig. Waar kunnen die mensen die schadeformulieren halen? Die schadeformulieren kunnen worden gehaald bij de thuiszorg in Blerik, de Zuidpilaar in het Venloze en op het stadskantoor. Dus eigenlijk in de 3 gebieden waar het te doen is geweest. Nou, wat betreft die andere instanties die ingeschakeld zijn, welke zijn dat precies? Dat is RIAG, GGD, Sociale Dienst, Welzijnsstichting. Deze instanties zijn ingeschakeld om ook mensen die op een andere manier in de problemen gekomen zijn, bijvoorbeeld geestelijke nood. Want je kunt wel wat aantreffen als je je huis inkomt, al waar een tijd lang water in heeft gestaan, om die mensen ook weer op weg te helpen. Ander punt, het leegpompen van de kelders. Daar hebben jullie iets voor geregeld. Ja, tot nu toe moesten we zeggen van leegpompen van de kelders, dat staat ook op de kabelkrant, is niet gratis. Dat staat dan fijn tussen haakjes achter. Nu is besloten dat het wel gratis gaat gebeuren. Maar dat doen we dan alleen op het moment dat het gecoördineerd gebeurt.
Ja, want ik hoor jullie ook steeds zeggen dat het juist niet goed is om de kelders leeg te pompen. Hoe zit dat nou? Nou, vandaar het woord gecoördineerd leegpompen. Daar bedoelen we mee dat niet de buurman A wel gaat pompen en buurman B niet en, enzovoort enzovoort. Want dan krijg je problemen, dan krijg je instortingsgevaar. Dan krijg je probleem, instortingsgevaar, beschadigingen aan fundamenten. Wat wij dus nu zeggen, meld je als je wilt dat je kelder leeggepompt wordt. En als stimuleer je buren om dat zelf te doen. Als we dan een rijtje huizen bij elkaar hebben, kunnen wij gecoördineerd aan de gang gaan. En als mensen daar even wat langer willen wachten, want dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk, dan doen wij het gratis. Dus als je allemaal tegelijk, alle kelders tegelijk leegpompt, dan zijn er geen problemen. Zijn er ook geen gevaren, geen risico's? Nou, een van de grootste problemen is die zijdruk. De kelder van de buurman staat nog vol en dat water duwt tegen jouw muur aan. En dat kan dus betekenen dat daar allerlei bouwkundige toestanden van gaan komen die niemand wil. Vandaar dat wij zeggen, gecoördineerd doen we dat wel. En mensen kunnen daarvoor bellen vanaf morgen, dus niet vandaag, maar vanaf morgen. Het nummer 598777. Dat is het bekende nummer wat al vaker in beeld is verschenen. Maar er zit dan ook een ploeg mensen achter die naam, adres en telefoonnummer opnemen. Om dan de zaak te coördineren en u dan terug te bellen met de mededeling wanneer de kelders leeggepompt worden. 598777 dus. Nou, het staat vanavond ook wel op de beeldkrant. Vanaf morgen. Vanaf morgen kunnen ze er pas terecht. Dan even naar morgen. Komt minister Dalers op bezoek? Komt ze precies doen? Nou, minister Dalers die heeft de dringende behoefte om te praten met de 22 burgemeesters uit heel Limburg. Van de gemeenten dan die betrokken zijn geweest bij deze wateroverlast. Om eens een keer ook van hun uit eerste hand te horen wat ze meegemaakt hebben, wat de problemen zijn geweest. En die wordt dus morgen bijgepraat, zeg maar. Hier laten we het bij voor vandaag. Morgenavond, 17:15, zijn we er weer met een journaal. Tussen nu en morgenavond, 17:15, kunt u het blijven volgen. Goedenavond. Het nieuws van zondag, tweede kerstdag. Minister Kok zegt meer steun toe voor watersnoodslachtoffers. Nederlandse blauwhelmen geven kerstfeest voor vluchtelingenkinderen. En China herdenkt 100ste geboortedag Mao. Minister Kok van Financiën vindt de toegezegde regeringssteun van 15 miljoen gulden voor de slachtoffers van de watersnoodramp onvoldoende. Kok zei dit tijdens een bezoek aan het rampgebied. De ergste wateroverlast lijkt intussen voorbij. De Maas in Limburg zakt en de dijken in het land van Maas en Waal hebben de hoogste waterstand doorstaan. Nijmegen vanmiddag. De aanlegsteiger aan de Waal ligt er geïsoleerd bij. In de nabijheid van Nijmegen zijn verschillende boerderijen volledig ingesloten door het water. Het ministerie van Defensie voert geregeld vluchten uit boven het rampgebied om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. In de provincie Utrecht zijn de dijken langs de Rijn en de Lek afgezet voor toeristen. Dat blijft zo tot tenminste dinsdagochtend. Maar de echte waterliefhebber heeft daar wel een antwoord op. De enorme overstromingen in Limburg zijn het stroomgebied van Maas en Waal bespaard gebleven. Alleen de IJssel stijgt nog. De hoogste stand wordt morgen vroeg bereikt in Kampen, maar dat geeft waarschijnlijk geen problemen. Problemen zijn er wel in Fortmond, vlak bij de plaats Olst in Overijssel. Fortmond is alleen nog bereikbaar per boot. De boeren hebben het vee nog net op tijd in veiligheid gebracht. Hier de buurman. Vannacht liep er een stal onder, hebben we vee moeten verplaatsen. Een buurman verderop, daar is ook vee verplaatst, vandaag overdag nog. En voor de rest kunnen we het allemaal net houden. Op dit moment zijn in Fortmond alleen nog volwassenen. De kinderen zijn naar familie op drooggelegen gebieden gebracht. De totale schade van de watersnood bedraagt alleen al in Limburg meer dan 100 miljoen gulden. Minister Kok kreeg tijdens een bezoek zelf een indruk van de omvang. Minister Kok ging in het dorpje Tegelen op bezoek bij de familie Broekman. Zoals zij zijn er duizenden in Limburg. De woning van dochter Margret staat vlak langs de Maas en liep volledig onder water. Een paar honderd meter verderop woont broer Harry. Ook zijn nieuwbouwwoning is ondergelopen en door de sterke stroming is het zelfs de vraag of het huis wel behouden kan blijven. Ook bij andere familieleden staat het water in de huiskamers. De Broekmannen brengen de kerst nu gezamenlijk door, wachtend op het dalen van het waterpeil. Ze trakteert de kok op warme soep en een drankje. Duidelijk blij met zijn belangstelling.
Ja, dat is het laatste waar ik voor kwam. Ja, ik vind het wel, het geeft wel een goed gevoel ergens, toch wel. Dat er toch interesse is. Je moet toch met eigen ogen kunnen zien hoe het is. Nou is je ook de minister van Financiën. Verwacht u wat dat betreft nog iets? Ik hoop het wel, nu dat ze met eigen ogen gezien hebben hoe hard dat hier nodig is. De minister deed inderdaad een toezegging. De Limburgers mogen meer van het kabinet verwachten dan de 15 miljoen die eerder was toegezegd. Het is duidelijk dat als de schade zoveel groter is dan we vorige week dachten, toen het kabinet die 15 miljoen beschikbaar stelde, dan moeten we natuurlijk iets extra's doen. Hoeveel precies, dat moeten we zien. Maar die 15 miljoen is absoluut niet genoeg. Na de warme soep in Tegelen moest Kok door het koude water van Venlo, waar hij bij een paar ondergelopen bedrijven langs ging. Dit is een regelrechte ramp. Huh? Ja, dit is een zeer kostbare afdeling. Terwijl Kok terugwaarde naar de legertruck, was staatssecretaris Frinking van Defensie samen met gouverneur van Voorst tot Voorst op bezoek in het crisiscentrum van Venlo. Nu het Maaswater zakt, is het er een stuk rustiger. De gouverneur waarschuwt gedupeerde Limburgers. Schade moet zoveel mogelijk bewezen worden en het is daarom onverstandig blindelings op te ruimen. Ik denk dat er een aantal dingen zijn die je goed kunt bewaren. Ik noem het voorbeeld van de tapijten van bepaalde apparatuur die onklaar is geworden. Maar verder kun je natuurlijk met foto's en dat soort dingen ook nog een hele hoop goed bewijsmateriaal leveren van hoe de toestand is. Kok en Frinking worden morgen gevolgd door nog een bewindspersoon, minister Dales van Binnenlandse Zaken. In België blijft de Maas dreigend hoog staan. In Noord- en Oost-Frankrijk stijgt het water nog steeds door de sterk gerezen Seine. Nou, de mensen worden het te. Ik kan het me goed voorstellen als je de ramen ziet hier. Maandag 27 december. U kijkt weer naar een extra uitzending van het Stadsomroep Journaal. Het water is gezakt en dat betekent dat de rotzooi tevoorschijn komt. Ellende voor mensen bijvoorbeeld hier in Venlo-Zuid. Die bezittingen die allemaal onder de 70 centimeter stonden verloren hebben zien gaan. Ze zijn kwaad en teleurgesteld omdat ze te laat zouden zijn geïnformeerd over hoe hoog het water zou komen. Daarover straks. Eerst aandacht voor het bezoek van minister Dales. Ze bracht een bezoek aan de commandobunker, sprak daar met de burgemeesters van deze regio en ze ging natuurlijk ook hier kijken. Maar we gaan eerst even naar die bunker. Dag mevrouw Dales. Goedemorgen. Mevrouw, we gaan nu de kant weg. Oh ja, zou direct linksaf moesten. Ja, dat klopt. Maar we gaan nu even iets anders doen. Stop. Mogen we niet alleen beeld? Nee. Ja. Waar bent u burgemeester van? Van de gemeente Halen. Wuppenum, Hunenborm. Ja, en is daar er? Dus op dit moment is er waterzakkende, maar er zijn 100 huizen die ondergelopen zijn. Ongeveer 25 centimeter tot 3 meter. Waar heeft u net over gesproken met uw minister? Over alles, schadevergoeding, et cetera natuurlijk. Aangedrongen op schadevergoedingen natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is het voornaamste. Mag ik u wat vragen? Weliswaar niet in het aanstaande. Deze week is geen kabinet voor, maar de eerstvolgende. Zo is gebleken. Waar bent u van, vraag maar? De gemeente Rochelenier. U bent ook burgemeester? Ja, inderdaad. Ja. Hoe is de situatie daar? Op dit ogenblik is het zo dat nog veel huizen onder water staan. Niettemin zijn toch een aantal mensen langzaam bezig met terug te komen. En de zaak in ogenschouw te nemen en proberen borden te krijgen. Wat natuurlijk toch de nodige moeilijkheden met zich meebrengt om dat weer voor elkaar te krijgen. U heeft zo net natuurlijk ook aangedrongen op schadevergoedingen. Wij hebben degene die dat namens ons gedaan hebben krachtig ondersteund, ja. Mag u het vragen? Waar bent u burgemeester van? Burgemeester van Asselvelde. Situatie? De situatie is zo dat het dorp Arsen nog volledig afgesloten is voor auto's. Voetgangers en fietsers mogen door. Wel moeten ze zich melden dat we weten wie in het dorp gaat om te voorkomen dat plunderij et cetera plaats zal vinden. Bent u hier nog wat wijzer geworden? 20 andere burgemeesters? Uiteraard, we hebben wat kritieken ook kunnen leveren. Wat was uw kritiek? Mijn kritiek was met name op de eerste plaats dat ik woensdagmorgen om 8:30 de militair heb gevraagd en tot 's avonds arriveerde voor het sterk van dijk, et cetera. En op de tweede plaats dat... U heeft dat gevraagd?
Ik heb het daar in het midden gebracht en dat moet dat mensen de telefoon helemaal uitvieren zodat wij volledig uitgesloten waren van communicatie. En wie verwijt u dan? Ik verwijt op dit moment nog niemand. Maar op wie heeft u dan kritiek? Wat zegt u? Op wie heeft u dan kritiek? U zegt nou, ik had kritiek. In het midden gebracht, hè, uiteindelijk uit zo'n voorbeeld leren we weer voor de toekomst. Ja, volgende burgemeester. U bent ook allen burgemeesters? Ja, waar bent u burgemeester van? Van Meersen en in meer in het bijzonder vandaag van Geulen dus. Situatie daar? Nou, het water zakt, de mensen zijn de troep op aan het ruimen en de wonden aan het likken en een beetje aan het bekomen van al het werk en de schrik. En ja, nu aan het kijken wat de schade wordt allemaal. Hè? Ja. En waar heeft u vanochtend op aangedrongen bij de minister? Op hulp. Op hulp, op daadwerkelijke financiële hulp. Want ik denk dat iedereen zich nog geweldig verkijkt op de omvang van de schade. Dat gaan we pas met een dag of wat, of misschien zelfs pas met een week of wat, ga je echt zien wat er allemaal krom trekt en wat er kapot is en wat er allemaal gebeurt. Stad Roermond. En de situatie daar? Is op dit moment zo dat het water aan het zakken is en dat er grote gedeeltes vrijkomen. De mensen beginnen langzamerhand om hun huis schoon te gaan maken. Er zijn toch nog stukken, althans toen ik vanmorgen wegging, die nog steeds ondergelopen zijn. En ja, wat ook een vrij dramatische situatie is, die misschien in de media nog niet zo in de belangstelling heeft gestaan, dat is de schade die bij bedrijven is ontstaan. Dat geldt voor zowel de industrie. Een industrieterrein is voor een groot deel ondergelopen. En ook de schade aan de middenstand, midden- en kleinbedrijf, dat valt heel erg tegen. Daar heeft u natuurlijk over gesproken met de minister zo net. Daar hebben we het juist ook over gehad. En we hebben in ieder geval die schadebedragen ook nog eens onder de aandacht van de minister gebracht. En ik vind ook dat vanuit de overheid daar met een oplossing gekomen moet worden om die schades ook tegemoet te komen. Bent u nog iets wijzer geworden vanochtend na het gesprek met 19 collega's en de minister van Binnenlandse Zaken? Nou, we weten precies hoe op dit moment de situatie waar is. En we hadden al de indruk dat we het redelijk onder controle hadden. En die indruk is bij mij althans alleen nog maar verder versterkt. En die indruk is, heeft ze te kennen gegeven, ook bij de minister achtergebleven. Wat gaat u nu doen? Ik ga nu snel naar Roermond om daar dadelijk de minister op te wachten. En ik hoop er dadelijk op twee plekken in ieder geval nog iets overtuigend te kunnen demonstreren. Dat is de schade die bij het bedrijfsleven is ontstaan. En ik zei u al? Ja, dat zei ik al. En ik wil met haar ook in een wijk gaan waar de eerste mensen binnenkomen om op te ruimen, zodat ze kan zien wat de rotzooi is in de huizen en hoe het uitziet van ja, als je nog het water tot aan de vensterbank hebt staan. Want ook dat kunnen we nog hier en daar laten zien. De rotzooi is enorm. Gigantisch. Maar laten we wel wezen, op dit moment is het nog een beetje natte vingerwerk. Vandaar dat we nou net met die schaderegistratiesystemen zijn begonnen. Heeft de minister iets toegezegd van schadevergoeding? Nou, wat zal ik zeggen? In de zin dat bereid om daarna erover in discussie te gaan. Maar zolang wij niet meer kunnen kwantificeren, dus dat was ook onze vraag niet om goed te verstaan. We zeiden, nou hier zijn we mee bezig en als we het precies weten, dan komen we bij u terug. Overigens nog meer als mededeling dan als verzoek. Nou, dat vond zij volstrekt reëel dat dat ooit zou gebeuren. Maar we hebben dus helemaal niet zitten soebatten of handje klappen. Over zoveel miljoen of zo, daar was het respect niet voor. Maar minister Kok zei al dat hij het schadebedrag zou bijstellen. Althans, hij heeft openingen gegeven, ja. Ja. Heeft u ook niet op hetzelfde aangedrongen, meneer Van Voorstadvorst, bij de minister? Verhoging van het schadebedrag? Ja. Nou, gezegd dat het vrijwel zeker is dat we met de bedragen waar het nu om gaat niet uitkomen. En dat we dus nog eens een keertje aan de deur zullen kloppen. Maar ik heb ook gezegd, dat vond iedereen, laat nu eerst eens kijken van hoe groot de schade nou eigenlijk is. Dat kunt u pas weten als de zaak is drooggevallen, als hier of daar experts zijn langs geweest. Maar dat tikt heel erg aan en komt zeer ver boven de 15 miljoen. Zelfs als je daar een denkbare opbrengst van de Giro 777 nog bij telt. Ja. Heeft u zicht op wanneer wel iets kan gezegd kan worden over het schadebedrag? Nou, daar gaan nog wel de nodige weken mee heen. We hebben dus nu, om even de particuliere te noemen, de woningkant, het registratiesysteem in werking. Daarna denk ik toch dat de echte beroepsschade-experts die dan aan de hand van die melding overal langs gaan, dat er wel een paar weken voor nodig zullen hebben, gewoon vanwege het enorme aantal gevallen waar het over gaat. Dus dat zijn een paar weken. Nou, parallel daaraan werkt landbouw samen met de LLTB aan een registratie van de bedrijfsschade in de agrarische hoek. En we zijn nog in gesprek met Kamers van Koophandel, Lozo enzovoort van wat er nog kan gebeuren voor... Wat heeft u voor afspraken gemaakt met de minister?
dat we elkaar blijven steunen in de verdere afwikkeling. Maar het was verder meer een kwestie van bijpraten, informatie over en weer. Het was niet een vergadering. Geen kritiek? Nee, inderdaad niet. Integendeel, zeer veel lof aan iedereen die ze heeft ingezet. Geconstateerd dat de hele hulpverlening goed gefunctioneerd heeft. Uiteraard kan een zo grote operatie er altijd wel eens ergens iets beter. Daar is straks... Ik heb ook burgemeesters gehoord die gezegd hebben, we hebben flink ook wat kritiek geuit tijdens de vergadering. Oh nee, dat is... Langzame komst van het leger bijvoorbeeld? Nee, er zijn een paar aandachtspunten genoemd. Zeker niet in de zin van echte kritiek. En ik denk inderdaad dat ook die inzet vanuit niet alleen leger, ook de marine en de helikopters goed heeft gefunctioneerd. Alleen, ja, je hebt ermee te maken dat het een tijd duurt voordat al dat materiaal uit de Waddenzee hier in Zuid-Limburg aankomt. Maar dat is niet een kwestie van kritiek, dat is een kwestie van feitelijke omstandigheid waar je wel kunt kijken bij een evaluatie of dat wellicht voor de toekomst anders georganiseerd moet worden. Maar het is geen kritiek op de inzet van de mensen nu. Burgemeester, hè? Oh, sorry. Maar wat staat hier nou? Centrale info. Ja, ik zorg dat alle informatie die uit het veld binnenkomt bij de diverse diensten terechtkomen. En alle die zitten hier, hè? In WVD. Ik heb dus contact met Rijkswaterstaat, het RCC in Roermond met open gesloten wegen, dat soort zaken. En dat probeer ik te verdelen onder de diverse secties. Ik denk dat dat een aardige baan is. Het is een hele fijne baan. Ja, dacht ik al. Leuk. Succes ermee. Bedankt voor de komst. Waarom neemt de GGD alleen maar toe? Worden de mensen nu ziek? Nee, de hulpverlening is nu met name gebaseerd op de terugkeer in de woning. Hè? Emotionele problemen, ja. Ja. Daar moeten we een beetje op letten dat de tik die de mensen krijgen als ze in de woningen komen, die hebben de woningen verlaten met misschien 10 centimeter water. En ze komen terug en dan zien ze dat er misschien 80, 90 centimeter gestaan heeft. Dan denk ik toch dat je het idee hebt van hoe moet ik dit op gaan lossen. Is dat nou een vrij algemeen beeld? Ik weet van, ook van andere situaties dat mensen als ze maar weer naar huis konden, dan pakken ze het weer aan. En ik heb ook op de televisie veel van zulke beelden gezien. Ze zijn gelukkig weer thuis, we pakken het aan. Maar ik weet ook, er is natuurlijk een aantal dat kan het dan net niet meer hebben. Is dat nou ernst? Wij hebben vanmorgen al één geval meegemaakt waar we echt professionele hulp bij moesten inschakelen om te helpen, ja. Hoe bevalt het u om te midden van zo'n grote kring verwanten, maar toch anders opgeleide collega's te zitten? Nou, we hebben gelukkig in het verleden al regelmatig geoefend en in dit crisiscentrum zijn we al meerdere malen bij elkaar geweest. Ja. Dit is waarschijnlijk mooi. Hier allemaal. Dit is de praktijk en dan is het erg leuk samenwerken en het gaat ook goed. Fantastisch, bedankt. Veel succes, hè? Dank je wel. Ja. Hij slaapt hier, hij eet hier. Heb je nou tegenvallers nog gehad in het werk? Er zijn altijd wat tegenvallers met zo'n gebeuren, maar ze zijn toch allemaal vrij vlot opgelost. Het zijn allemaal calamiteiten die zich plotseling voordoen en daar moet je partieel op kunnen reageren natuurlijk. Ja. En dat zijn door de militairen en door ons dan in eerste instantie uitgegeven aan de militairen en heel snel op gereageerd. En dat is subliem gegaan. We moeten iedere keer heel zorgvuldig nagaan wat nu toch minder goed, of mijn doel zelfs fout, het schijnt helemaal niet te zijn bij deze overstroming. Nou, echt fout, echt grote fouten zijn er niet gemaakt. Maar er zijn dingen die beter kunnen. Zeer verheugd, dingen die beter kunnen. Netjes boekstaven, weer oefenen. Dan moet hij wel wakker blijven. Als duidelijk is hoe groot de schade is, en dan komt er een bedrag uit, kan 100 miljoen zijn, kan 200 miljoen zijn. Bent u bereid om u ervoor in te zetten, sterk te maken, om dat volledig te gaan vergoeden? Volledig komt dat natuurlijk nooit van rijkszijde. U weet dat het rampenfonds is opengesteld. Daar hebben we zelf ook een eerste bedrag bij ingedaan. Rode Kruisnummer, ik weet eigenlijk zelf niet, maar misschien dat dat hier al bekend is. Of er al eerste resultaten van zijn. Nee, dat maar dat, nou zie, dat is al heel onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk zo dat er in een gezamenlijkheid het nodige zal moeten worden gedaan. En daar zullen wij nu niet van zeggen
Nou, we doen daar niet veel aan. Natuurlijk niet. We zijn van plan ons daar zeker voor in te zetten. U hebt ook gezien dat het kabinet in zijn eerste vergadering, nadat de zaak echt ernstig ging worden, meteen al een bedrag heeft gegeven. Nadien is het gedeeltelijk erger geworden, bepaald erger dan toen verwacht. Maar verderop is het nog weer erg meegevallen, omdat net niet doorbraken gegaan zijn. Ja, wij wensen daar eerst een overzicht van te hebben. En dan zullen wij daar in het kabinet nader over spreken. Dat heeft de heer Kok ook al gezegd. En die gaat over de financiën. Dat dan daarmee. Hij heeft gezegd, van het is vele malen groter, de schade, dan die 15 miljoen. En ik ben bereid om me daarvoor in te zetten dat er ook veel meer wordt uitgegeven. Door het Rijk. Dat roep ik u even in herinnering. Het is nog heel vers, die herinnering. En dat zeg ik dus na. Het is heel duidelijk. Alleen hoe groot die schade is. Ja, hoe zal ik daar nou, als nog niet eens één burgemeester uit de Maasgemeente zegt, nou voor mijn gebied, voor mijn gemeente weet ik het wel. Hoe zal ik dan uit Den Haag zeggen, nou dat weet ik al wel. Maar nee, dat weten wij niet. En wij zullen dat, en dat is u zojuist ook uitgelegd door de gouverneur en door de burgemeester van Venlo, nauwlettend volgen. En dat moet ook nog door verschillende instanties gebeuren. Want de schade met betrekking tot bijvoorbeeld kassen, tuinbouwkassen, die hebben we ook op de televisie gezien. Daar is de heer Bukman nog geweest. Is een ander chapiter en er moeten nog andere mensen naar kijken dan de schade bijvoorbeeld aan huisraad. Wat is uw intentie? Wat is uw intentie als minister van Binnenlandse Zaken? Hoe ver gaat u met schadevergoedingen? Dat kan ik nu niet zeggen. Ik kan u slecht zeggen, dat moet u werkelijk genoeg zijn, dat mag u zelfs meevallen, dat wij voornemend zijn in het kabinet nader te bekijken. We zullen erin niet flauw zijn. Ik citeer doodgewoon de minister van Financiën. Maar dat die intentie heeft natuurlijk niemand om flauw te zijn. Die hebben we nooit. En wij zullen dus met bedragen komen, zodra de ministerraad daar opnieuw heeft kunnen vergaderen en zodra wij een begrip hebben van de omvang van de schade en een begrip van de bronnen die voor schadevergoeding zich lenen. En ik heb u net ook een paar onderscheiden genoemd, zoals landbouwkassen. Nou, dat ligt niet op de weg van Binnenlandse Zaken, maar de minister van Binnenlandse Zaken zal er, en dan zal ik u nog wat meer geven, u bent blijkbaar heel erg op precisie gesteld. Ik zal ook in het kabinet voorstellen de fiscale vergemakkelijking van het kunnen doen verzekeren van particuliere schade, om die in het kabinet te bepleiten. Dus ik ga vrij ver. Meestal zeggen we niet wat we zullen zeggen in de ministerraad. Maar goed, dat doe ik dan nu maar wel. Ik denk dat ik daarmee u nu wel aardig bediend heb. Of wist u nog meer? Ik heb ook geen neer, ik heb ook met het buurtje nevens in vergen op de militairen. Binnen geweest. U bent van de woningbouwvereniging? Voorzitter van de corporatie. U bent niet geweest, zegt een van de bewoners. Nee, dat kan niet wel, maar er zijn mensen die kunnen naar ons gekomen. U wist op 33 F zaten mensen, op 37 R zaten nog mensen. En Lydia van de Wouwwinkel zat boven. Wij waren de enige mensen. Ik kan beamen dat ik hier ben geweest, ja. Klappen ze meus. Ja, waarom komt u niet? Ja, maar ik had dat hier overal. Ik heb hier ook zo genomen. Het zijn twee treetjes. Drie stappen en voor bij ons te komen. Eerste verdieping geweest. Ik heb vanmorgen opgebeld, kreeg geen gehoor. Ik was vanmorgen heel vroeg op. U bent de rol zeker, hè? Ik ben de eerste rol. Hè? Ik ben op de hoogte gehouden van alles wat hier speelde. Natuurlijk, daar heb je gelijk in. Maar dat er niemand. Dan had ik even de moeite genomen voor die vier mensen even bij elkaar. Maak een praatje met ons. Heb ik gedaan, mensen, maar ik wist niet. Met mijn vrouw ook niet. Luister, natuurlijk. We kunnen reden twisten. Jawel, nee, maar ik weet niet wie allemaal in de flat zat. Ik heb dat hier kan met drie weten, mensen gesproken. Want als u de crisiscentrum op had gebeld, even moeite had gedaan. Ik ben hier in de flat geweest en daar heb ik me van. Maar u wist niet. Wat vindt u dan dat uw taken zijn? Nou, mijn taak is gewoon dat ik hier mijn de zaken in oogschouw genomen heb en dat ik het erg vind voor de mensen. En zeker die mensen die onderwonen, boven. Dan gaat u kijken, die hebben totaal niets geleden. Het gaat hoofdzakelijk uit naar de mensen die onder zitten, die boven zaten.
Die waren maar luistert u nou niet naar die kritiek van die meneer? Ik luister daar zeer zeker naar. U zegt dat aan? Hij zei meer, ja, dat trek ik me zeker aan. Want er zijn meer mensen bij de bouwvereniging. Ah, zeker. Nee, ik verdedig me niet. Jawel, ik ben hier geweest. Ik hoor. Ik heb u niet gezien. Meneer Lammers, deze meneer hier. U woont hier? Ja, ja, ja. Ja. U heeft alles maar even buiten gezet? Alles buiten gezet, want ja, de modder en alles hebben we eruit geveegd. Want het was verschrikkelijk voor de morgen. Ja, ja. Is het morgen voor het eerst weer teruggegaan? Ja, droevig. Nou, de mensen worden het te. Ik kan het me goed voorstellen als je de ellende ziet hier. Dan. Zo'n pas hier. En dan dit hier. Het was verschrikkelijk. Het was een puinhoop. Alles overhoop. Alles overhoop. De stoelen drijven door de kamer heen. Ja. Het is gewoon verschrikkelijk, is het. We konden niks meer redden. Het was allemaal veel te laat. We hebben alles proberen voor tegen te houden, maar het ging niet meer. Het kwam met bakken water kwamen naar binnen toe. We hebben nog wat nog een beetje hebben kunnen redden, is misschien één of twee deel, maar de rest is mooi. Allemaal is weg. Het is verschrikkelijk. Ja. Mama zit helemaal overstuur. Die zit met de handen in het hoor. Die hebben we pillen moeten geven dat ze rustig werd. Die is helemaal over het toer. Het is verschrikkelijk. Ja. Jullie niet minder. Jullie zijn er ook helemaal van de kaart. Ja. Hè? Het is verschrikkelijk. We hebben alles proberen te redden, maar het ging niet meer. Het is allemaal veel te laat gewaarschuwd. Het is. Dat vinden jullie toch wel, dat je te laat te waarschuwd bent? Het was een mum van tijd. Was het gewoon. Te veel gewerkt om het water buiten te houden, hè? Ja. En de rest laten staan. Hè? Maar meer op te ruimen en alles. Dat was beter geweest. Hè? Ja. Alles gedoe voor een half jaar terug om alles zo fijn te krijgen. Ja. Zitten ze een half jaar fijn de mensjes te wonen en dan gebeurt dit. Het is verschrikkelijk. Ja. Daarachter kun je zien tot hoever het water is gekomen. Hè? Ja. Dat bedoel je, rand. We hebben wel een beetje alles opgeruimd, maar vanmorgen het was een chaos. Ja, het was niemand erin. Nee. Dat is geen woorden voor zoiets. Heb je eigenlijk nog wat dingen kunnen redden? Persoonlijke dingen? Ja, alleen de televisie hebben we hoog gezet. En alleen wat hooglagje is nog een beetje droog en de rest is allemaal bankstel, meubelement, alles. Het hele slaapkamermeubelement, wasmachine, elektrische oven, alles is weg. Meneer Pastoor. Ja, Postel, ik vind het afschuwelijk. Ja. Je bent vaak natuurlijk met mensen nu geweest en de Zwanenhoven ook. Maar het mensen nu meemaken is afschuwelijk. Hier van Lammers ook. Hè. Altijd heel actief in de pochje geweest en zijn zoon. En nu dit allemaal, als je dat ziet. Ja, dus, je hebt er gewoon je woorden op. Het is heel erg, heel, heel erg. Wat doet u? Nou, ik heb dus alle wat ik kon doen in de kerk, collecte is allemaal afgestaan. Aan dit project nu en ook de mensen erop geweest, de ton die er staat, goed te vullen. Maar ja, ik reis wat rond, ik kijk wat, ik kan nooit, ik luister maar goed. Hoe moet ik praten? Want de mensen zijn verdrietig allemaal. Ja. €15,000-20,000 schat ik het toch. Ik kan het gewoon niet zien hoor. Bij mij dan, hè, met de vloer en dan. Ik ben alleen hier binnen geweest. Ja. De vloeren zijn. Wat vindt u van de aanblik, mevrouw Duin? Ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk. Even moment. We hebben zes mannen in de flat. We hebben niks meer. We beginnen gewoon van vooraf aan. Dat is toch niet meer normaal als je toch zo het huis uit moet? Dat is ook helemaal niet normaal. Maar wie dekt de schade? Wie dekt het? We zijn 55 plussers en we hebben alles. En wie betaalt? De oude huizen achtergelaten. En dan nou zeg maar met die nieuwe huizen, die hebben alles nieuw aan moeten schaffen. Ja. En nou ben je binnen zes maanden. Ben je is alles weg ziet, wat je gespaard hebt. Zijn arme ziet. Wie betaalt dat, Frans? Dat is vreselijk. Jij bent in de 60 en wie betaalt dit nog? Ik hoop wat daar is dat jullie er ook wat aan doet. Ja, nee, daar kun je wel van op aan. Daar kunt u wel van op aan. Als u nog verder duurt, dan. Wat heeft u daar nou, mevrouw? Dat is mijn administratie uit de winkel. Ik heb daar de winkel liggen. Er is niks van over.
Daar is niks van over, nee, alles. Als ze hadden gezegd, als het water zo hoog was gekomen als hun ons gezegd hadden, had ik alles gered. Maar het water is veel hoger gekomen. Ja. Alles, de angoren, alles drijft door de winkel. Ik kan alles weggooien voor tonnen. Dat is echt dus. Dit is al drie dagen voor de tijd met geluidwagens de mensen op het tent te maken. Hè? En dat is nagelaten. En dat vind ik, want niemand denkt daaraan. Maar als je op het tent blijft van de volgende keer, dan gaan ze me uitlachen. Maar ik... U vindt dat ze te laat zijn, hè? Ja, de gemeente is veel te laat. Je staat je niet bij stil, al wordt de Maas 18 meter, sta je niet bij stil. Maar als de mensen drie dagen voor de tijd op het tent... Net hetzelfde als longkanker. Ze doen in de pakjes. Maar dit... Waar woont u? Ik woon hierboven. Ik ben hier. Wij zijn de vier die over zijn gebleven. Sprak die minister net even aan, hè? Ja. En ze zegt, nou, ik vind het verschrikkelijk wat hier is. Ik zeg, maar wie betaalt dat allemaal? En ze zegt, nou, daar wordt aan gewerkt. Dus ik hoop dat ik mevrouw Dalens toch wel een beetje kan vertrouwen, hoor. Ja, wat vond u van haar reactie? Ja, ik vond het toch wel erg goed. Jawel, ik geloof toch wel dat het... Dat ze er iets mee... Ja, ik vind wel dat ze er aanpakt. Zeg maar. Bent u trouwens weggegaan, hier? Of bent u blijven wonen? Vanavond om 12 uur zijn we gevlucht. Want het water kwam tot aan. We stonden een meter in het water. Moet je vandaag eens komen kijken. Foto's, allemaal foto's van de kinderen, kleinkinderen. Alles is weg. Had u niet meer kunnen redden? Nee. Ze maken het nog veel te laat bekend. En 4:30 is mijn man nog met zandzakken en doen. En 7:00 staat het in de kamer. Ik zei, we hebben geen helemaal... Dat biedje dat we op kunnen bergen, maar te zien wat wie betaalt dit allemaal? We hebben net alles in. We hebben maar één verdienste. Wie betaalt dit allemaal? Huh? Behalve geld is het natuurlijk ook, die foto's zijn niet te vervangen. Ja, die foto's, in godsnaam, het gaat hier alleen, wat hier allemaal rondom zit, de meubels en alles. Dan moet eens met naar achter komen. Het is allemaal nat. Tot waar kwam het water? Het water is tot aan de naam daaronder gekomen. Tot onder het... Onder de raam. Onder de raam is die gekomen, kijk. En hier de klerenkast, alles zit vol, alles water, kijk, alles. Ja, verschrikkelijk, hè? En blazen tevreden. Dan ben je in de 60, dan min dat je het gevonden hebt. En dan dit. En dan dit. Het doet echt pijn. We hopen dat ze ons helpt. Financieel. Nou, jij heeft van mevrouw Dalens wat vertrouwen gekregen. Jawel, vind ik wel. Ik vond ze echt... jawel, ze zegt, we zullen er alles aan doen, ze hebben hem financieel te helpen. Dus dat vind ik alweer een pluspunt ergens. U heeft er wel verdriet van, hè? Ja, heel veel. Ik ben nou bij mijn zoon, maar jawel, heel veel verdriet. Dan slaap ze niet meer, hè. Je bent zuinig geweest dat je een mooi huisje had, een mooie vloer en anders hebben we niks. Dat is, je moet eigenlijk opnieuw beginnen, hè. Dat is erg. Ik zeg, we hadden alles, de tuin, alles aangelegd, hebben een paar honderd gulden in het is. Maar dat vind ik allemaal niet. Dat komt erbij. Ik vind het huis, dat is voor mij het voornaamst. Dat tuintje, die bloemen, dat zien maar meer bloemen, dat vind ik niet. Dat is niet erg. Ik vind het binnenhuis, dat is voor mij een ramp. Echt. Ja. Ja. Binnen 4 seconden. Binnen 4 seconden stond er anderhalve. Dat is de begins opnieuw. En dan zijn we van. Ze hadden zoet gegeven, dan moest je gewoon weer op dit beginnen. Dat zijn allemaal mijn eigendommen, ja. Ja. Hoe is het u vergaan hier? Nou, het was woensdag en het ging allemaal zo vlug. Ik bedoel, je hebt er eigenlijk helemaal geen kijk op het water. En dan zit je daar eigenlijk met zandzakjes te slepen en kuiltjes te graven. En ja, als men een beetje, ik weet dus niet of het mogelijk is, maar als men informatie had gegeven over de hoogte wat het water hier zou worden. En ik moet toch aannemen als het een tegelijk kan.
dat Venlo als grote stad dat toch ook kan doen. Hè? Dan hadden we hier maatregelen kunnen nemen binnen. En dan was het in de centjes een hele hoop geschil. U bent niet geïnformeerd? Niet qua de hoogte die het water zou bereiken. Ja. Kijk, als had ik gezegd dat is 70 centimeter. Als had ik gezegd, ja jongens, stapel alles op tot pak een meter. Hè? Had je dus dat gedaan. En dan was alles wat nou nat is. Hè? Ja, dat was niet gebeurd. Tot hoe hoog kwam het water? Dat is 73 is dat. En dat is vandaar tot, ja kijk, want daar kunt u het ook zien. Ja. Dus dat heeft zo hoog gestaan. En als ze nou informatie hadden gegeven over het peil wat het water zou bereiken. Dus hier in Tegeltse Weg bedoel ik allemaal. Want de meeste mensen zitten ermee. Die ben hier alleen. Hè? Ja, dan had je dus, al had je de deuren uitgelegd en stellages van gemaakt. Hè? Want, nou, er liggen dus bijvoorbeeld bankstellen bij wat leren. Ik wil dat. Dat had je dan hoger op kunnen zetten en ik had het nou weer kunnen gebruiken en alles. Kledigheidje. Maar u hoorde dat er hoogwater op komst was. Ja, en als we dan praten over 17 meter ANP, ja, dat zegt mij niks hoor. Ik heb altijd boven de berg gewoond, ik had altijd droge voeten, dus het zegt me niks. 17 meter ANP, als wat ik gezegd heb, tegen ze weg, dan moet ik me rekening houden met 1 meter water. Hè, of 1 meter water dus. Hoogte. Ja, dan had ik wat geweten. Had ik gezegd, hé, 1 meter, nou dan blijf ik daarboven. Ja? Maar ja, ik weet dus niet of het dus te berekenen is. Maar dan zeg ik, als Tegelen het kan, waarom kan Venlo het niet? De laatste meter waterstand, kijk even achter u om, was vanmorgen 8:15. Het is inmiddels 12 uur en die was om en bij de 17:58. Dat betekent, we zijn van 18:35 gekomen dat we een aantal decimeters kwijt zijn. In hoeveel tijd? Ja, vanaf kerstavond zeg maar, dan hadden we het hoogtepunt. Dus in al die dagen hebben we alleen maar een paar decimeter verloren. Nieuw probleem vandaag, dat is het vrachtverkeer. Want het is maandag en de winkels moeten bevoorraad worden. Jullie houden de auto's tegen. Waarom? Er zit nog zoveel water onder de wegen en soms ook op de wegen in de binnenstad, dat het onverantwoord is om deze vrachtwagens daar overheen te laten rijden. Het is een probleem voor de winkeliers uiteraard, maar het is ook het behoud van de gebouwen waarin ze werken. Zwaar verkeer op dit soort wegen betekent waterverplaatsing, sterke waterverplaatsing onder de grond. En dat kan bouwtechnisch gigantische gevolgen hebben. Gaan jullie die vrachtauto's tegenhouden? Daar kan ik niks van zeggen. Dat moet alleen algemeen antwoorden zolang als het nodig is. Dat betekent natuurlijk wel flink extra economische schade voor alle winkels in de binnenstad. Houden jullie daar rekening mee? Winkels moeten bevoorraad worden, dat is ons ook bekend. Alleen, het is denk ik op dit moment nu een korte termijn verhaal van de bevoorrading. Er staat een langere termijn verhaal tegenover. Als we het niet doen, dat de schade aan gebouwen en wegen nog vele malen groter zou kunnen zijn. Ander punt, jullie hebben vandaag heel veel telefoontjes binnengekregen over die schadeformulering. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Nee, zoals ik in uw uitzending van gisteren ook meldde, starten wij er pas dinsdag mee. Alleen in een bericht van de provincie heeft gestaan dat in Limburg de formulieren vanaf vandaag beschikbaar zouden zijn. Dat betekent dus dat inderdaad in het zuiden en het midden van de provincie het geval is. Alleen wij kunnen pas, puur omdat we ze nog niet hebben, pas morgen starten. En dat is de enige verwarring veroorzaakt en dat vinden we heel erg. Morgen dus? Morgen dus. Nou, waar kunnen de mensen, nog even voor de duidelijkheid, hoe kunnen de mensen aan die formulieren komen? Mensen kunnen aan die formulieren komen, mensen die in het centrum wonen op het stadskantoor. Mensen die in Venlo-Zuid wonen bij het wijkcentrum daar, de Zuidpilaar. En de mensen die in Blerik wonen bij het gebouw van de Welzijnsstichting op de Blaar- en Jacobstraat. En wat je ermee moet doen precies, hoe je het in moet vullen, allemaal via gemeentevoorlichting? Het wijst zich vanzelf en op dat punt waar mensen die formulieren kunnen krijgen, krijgen ze ook een envelop mee om aan te geven waar het heen moet. En dan zijn ook mensen van sociale dienst, RIAG, slachtofferhulp en maatschappelijk werk aanwezig voor eventuele andere problemen. Hier laat het bij voor vandaag. Rest mij u nog mede te delen dat we de hele week journaals zullen blijven uitzenden. Er komt dus niets terecht van onze kerstprogrammering. Hierna kunt u nog kijken naar een oproep van de heer Van der Brand, voorzitter van de stichting 650 jaar stad. U weet wel, die stichting die aanstaande vrijdag een feest wilde organiseren om het jubileumjaar feestelijk af te sluiten. Nou, de kans is groot dat daar niets van terecht komt. Nou, de vrouw zal er niet veel zin in hebben, denk ik. Om te feesten, hè? Nee. Dus ik vind ook dat er geen aanleiding is om te feesten. Nee, ik vind het ook niet. Ik ben het niet mee eens. Nee. Ook niet voor een benefietfeest, ja, ten bate van? Dan. Hoogstens dan. Ja. Dat er nog iets positiefs uit zou komen. Maar zo. Gewoon feest.
Nee. Echt nee. Nee, dat kende niet. Aan de mensen die getroffen zijn geven, hebben ze meer aan. Denken jullie dat een benefietfeest een goed idee is? Op zich vind ik het wel een goed idee, maar je moet denken, 1/4 van zijn pochie is weg getroffen. Maar de Venlo, ja, de Venlo is groot. Dus de andere mensen, hoe ver de harmonie is met elkaar, ik weet het niet. Ik begrijp wel een benefietfeest, maar bij Venlo Zuid is het pijnlijk als er een feest is.